dacht dat dat echt zo was. Maar we gaan eens kijken af. Tot de rest van de fam hier is. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Loepke is aan het drijven. Loepke. We hebben een hongerke, dus we gaan eten. Yes. Dus... Het is 20 voor 2 al. Ja, het is al 20 voor 2, maar we zijn deze voormiddag nog naar een shoppingcenter geweest. Waar echt niks te zien was. Alleen voor mij toch niet? Ja. Voor jullie was er alleen de Victoria's Secret. Ik had van mijn ouders bij mijn verjaardag nog een bon gekregen voor de Victoria's Secret. Dus ik heb goed geshopt. Je hebt goed je best gedaan, wel. Yep. Wat heb je allemaal gehad? Wat heb ik allemaal gehad? Wat heb ik allemaal gehaald? Ja. Joggings. Ja, een lange jogging met 2 truien. Een joggingsbroek shortje met 1 trui en t-shirt. Sport. Outfitje, ja. Onderbroeken, redelijk wangen gehaald. Oké, goed. Ja. Maar nu hebben we honger. Hè? Ja, nu gaan we eten. Eten zoeken of gaan we eens kijken daar in de smokehouse? Ja. Smokehouse? Smokehouse, ja. Smok. Ja, smokehouse. Jij neemt dat smokehouse, ja. Ah, ik dacht dat dat echt zo was. Smoke. Oké. Okay. Ja, daar hè, nee? Oké, is goed. Yes. Let's eat. Back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. Oké, we hebben een plaatje gevonden. Ergens helemaal anders, maar oké. We zijn nu in Bridge Street en de, hoe noemt dit? De Tiki Bar. Nee. Ja, hier stond de Tiki Bar, maar dat is Bridge Street Tender in Dockside Bar. En de Bridge Street Bridge. Pier bedoel ik. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Lekker gegeten. Allee, mijn was toch echt goed. Was het goed? Oké. En we zijn nu op de pier, de Bridge Pier. Dus we gaan eens kijken. We zijn terug van bij de pier, de Bridge Pier. En ik heb bikini aan van Triangle. Zo, lila. Hoekje, topje. Oh, kun je de kaartjes er nog uitknippen, Sam? Zeker. Ik vind hem wel mooi. Zo'n lila kleur en dus zo velvet. Het voelt wel leuk. Dankjewel. Maar de binnenkant is niet. Ja, dat is neopren. Dus neopren of zoiets. Dus dat is wel warm. Dat zweet zo heel snel. Als surferstof. Maar ja, hoe laat is het? Het is bijna 4 uur. Oh ja, het is 20 voor 4. Oei. Ja, lang ga ik die niet meer aan. Je moet dat hier knippen, hè? Kijken. Mannen, hè? We gaan nu met z'n allen iets drinken.
aan het strand. En deze avond, ik weet niet of ik het al heb gezegd, denk het niet. Maar deze avond komt de rest van de familie, mijn onkel en tante komen. Kom Asma, tante Sylvia. En dan Stefanie en Sander. Dat is mijn nicht Stefanie en haar lief. En dan twee kindjes komen, Louis en George. Super schattig. Kijk er wel naar uit dat iedereen er zo terug is. Het is lang geleden dat we nog eens echt met z'n allen hier waren, dus dat gaat wel fijn zijn. En die blijven 2 weken, maar we hebben al 1 week gehad. Dus 1 week zijn samen, dan blijven die nog 1 week als wij weg zijn. Oké, we gaan nu met iedereen naar het strand. Can we go through this again? Will we fight and we fall? Can we rise through it all? Till we find what we want, then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you, lost in the moment. We zijn naar de Publix geweest met papa. Dat is de winkel. En nu zijn we naar de Dunkin Donuts geweest. Ik wou voor Anaïs een donut gaan halen om haar te surprisen. We hebben 3 donuts en 3 zo, hoe noemt dat blueberry, weer? Blueberry, ja, bolletjes. Ja, de middenste van de donut, maar dat heeft ook een naam. Ja, ik weet niet. Donut hall. Nee. Donut hall balls. Ja, alleszins heeft een naam. Maar oké, die dus met blueberry. Ja. En wat zijn die blauwe, wat heb je gekozen? Blauwe donuts hebben we genomen. Maar dat zijn gewoon glazed donuts met blauw, denk ik. Misschien zijn er blueberry in of zo. Dat weet ik niet. I don't know where. Dat zullen we zelfs proeven. Ik wil ook nog even zeggen, ik heb 3 potten Ben & Jerry's genomen, lactose free. En hier hebben ze echt, nu was er nog meer als in de week trouwens. Ja, echt 10 smaken of zo. Ja, in de week waren er al. Ja, in de week waren er al 5 of zo. Nu was er ook nog iets van dark chocolate cherry. Die heb ik voor mama genomen. Voor mij heb ik mijn geliefde fudge genomen. Die hebben we wel in België ook, maar ja. En dan nog iets met peanut butter cookies of zoiets heb ik ook genomen. Klinkt wel goed. Yes. Can't wait to try it. Deze donuts hebben we gekozen. De paarse glazed one. En Sam heeft de lemon one. En dat zijn die donut holes. Gewoon beelden. Anaïs heeft mij zo net live een naamje genoemd. Wat heeft hij gezegd? Ja, ajuin alsjeblieft. Ja, dat zei je. Wat zei je? Noemde je mij gewoon ajuin of wat? Nee, Sam, kom, vertel. Was het maar ajuin? Vertel het, wat heeft ze gezegd? Was het maar ajuin? Zeg het. Zeg het. Nu? Ze zei... Bitch. Noemde die mij bitch? Nee. Waarom? Waarom ben ik een bitch? Hè? Huh? Zal ik die poptaart en zo terug meenemen? Dankjewel, chef. Papa heeft hotdogs gemaakt. We zijn nog aan het wachten tot de rest van de fam hier is. En nu eten we al mijn hotdog, hè. Yummy. Hotdog. En ik heb ook een cornita. Cornita. En ik ben aan het monteren, hè. Jongens, ik ben aan het monteren. Ik heb al 5 vlogs gedaan. Maar een paar series voor je. Zou je dat niet cool vinden als ik zo babbelde? Jawel. Ja? Ja. Zou je mij dan nog kei aantrekkelijk vinden? Oh, ja. Ja? Oké, is kei goed. Vanaf nu praat ik zo dan. Oké? Auto. Ik heb een auto gezien. Er is een auto! Auto. Denk dat ze er zijn! Iedereen is net weg, het is 10 uur denk ik. Ik heb niks gefilmd, want iedereen was ook wel echt stik kapot en zo. Dus ik wou niet zo de camera in de faces duwen. En de kindjes, George was oké, maar Louis was een beetje ziek. Hij heeft een heel gevoelig maagje. En die had een paar keer moeten oren geven. Echt super zielig, och arm. Allee, op het vliegtuig en nu ook nog 1 keer hier. Maar ja, je zag het wel, die voelde zich echt niet zo goed. Dus ze zijn nu doorgegaan en gaan slapen, maar morgenmiddag komen ze weer terug. Hij zit hier trouwens vlakbij. We hebben niet samen een huis, want ja, ons condo is te klein daarvoor. En zij zitten in een
Umbrella Beach, waar wij vorig jaar waren, denk ik. Nee, vorig jaar waren we ook hier. Ik weet het niet. Alleszins, ja, zien ze morgen weer. Sam is nog even onder bij papa. En ik ga me klaarmaken om te gaan slapen. We gaan slapen. Yes, we're going to bed. Zijn moe. Iedereen van de family is goed hier geraakt, maar dat heb je misschien al gezegd. Ja. Dus vanaf nu kunnen we nog een weekje samen vakantie vieren. Ja, woehoe. Gaat fijn. Ja. Gaat fijn, maar ik kijk er gewoon naar. Sowieso. En deze week weer. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker. Oh. Slaap wel iedereen. En wij zien jullie weer. Morgen.